De politie heeft woensdagmiddag de omgeving van gevangenis Torentijd in Middelburg afgezet. Rond de gevangenis staan zes politieauto's opgesteld. De aanwezige politieagenten lopen allemaal in kogelwerende vesten. Ze laten niets los over de aard van hun inzet, maar laten wel weten dat er een dreigend incident kan ontstaan. Volgens geruchten zou er een incident gaande zijn in de gevangenis. Woordvoerders van de politie melden dat het niet gaat om een ontsnapping of een gijzeling. Op de kanaalweg in Middelburg zouden auto's aangehouden en gecontroleerd worden. Of dit iets met het incident te maken heeft, is vooralsnog niet duidelijk.